Breda Nu. Je weet het meteen. Wolken en stromingen, dit gaat over hersenen. In feite wel. Die hersenen die gebruiken pulsen vanuit de ogen of andere zintuigen. En dat zijn kleine stromingen van elektronen. En wat fascineert u hieraan? Wat? Het blijkt dat onze opvattingen over wat hersenen zijn, verkeerd zijn. Die zijn veel te veel geënt op elektrische apparaten. Anne Frank. Yes, Anne Frank, that's my favorite book. It's your favorite book, okay. Yeah. Because I like the biography books and especially books from like the World War. So this is like kind of interesting book to read because it's a very young girl who is like writing her diary about the World War II and how they were experiencing stuff, how they were hiding. And it's nice to see like how they were helping each other, people, you know, just to keep them safe. En ik heb te maken met robots maken. En als je ziet welke moeilijkheden er zijn om een simpel oog na te bootsen, dan hebben we een verkeerde opvatting over ons oog. Het is geen camera. Nou, vertelde u me net heel kort dat u begeleidt onder andere topsporters. Kunt u iets vertellen? Wat houdt dat in? Via die kunstmatige intelligentie kwam ik bij in contact met Gijs Segers, een Oosterhouter. En de man die Eye Vision doet, dat is training van atleten om hun reactietijd te verbeteren door een bril op te zetten. This is especially what you're interesting, the hope. That you can read her hope. Yeah, and also like the stuff which were happening since we can't, like we haven't been in a war, so we can't like actually picture how it was, how people were living at that time. So yeah, that was like she was explaining a lot of stuff there in very easy way, so it's not that hard to read. Want u weet er veel van, want ja, we doen kunstmatige intelligentie aan de Universiteit van Delft. Ja. Ik heb een hoogleraar. Ik ben een hoogleraar. Ja. En ik heb te maken met robots maken. En als je ziet welke moeilijkheden er zijn om een simpel oog na te bootsen, dan hebben we een verkeerde opvatting over ons oog. Het is geen camera. De wonderbaarlijke reis van de fakir die vast zat in de IKEA-kast van Romain Puertola heb ik in eerste instantie echt alleen vanwege de titel uit de kast gepakt. Degene die heeft bedacht dat je een boek nooit mag beoordelen op haar kaft, had duidelijk geen rekening gehouden met dit boek. De wonderbaarlijke reis van de fakir die vast zat in de IKEA-kast vertelt het verhaal van een fakir uit India die naar Frankrijk reist om bij het Do-It-Zelf Mekka of het Lourdes van de gebruiksaanwijzing de IKEA een nieuw spijkerbed aan te schaffen met verstelbare spijkers. Hij kijkt zijn ogen uit, installeert zich in een modelkamer en als hij 's avonds de beveiligers hoort verstopt hij zich snel in een kast die vervolgens wordt versleept naar Engeland. De fakir belandt vervolgens van de ene buitengewone situatie in het volgende onwaarschijnlijke avontuur. Het is een vrolijk en grappig verhaal dat meer diepgang heeft dan je aanvankelijk vermoedt. Dus hou je van humoristische literatuur en heb je genoten van bijvoorbeeld De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween of Ik, J. Kessels van P.F. Tomese, kom dan naar de bibliotheek en reserveer gratis een boek van Romain Puertola. Het aanzien van 2012. Ja, klopt. Wat is jouw fascinatie met dit boek? Wat mijn fascinatie met dat boek is? Ja, of met boeken als deze? Ik vind het interessant om te kijken naar geschiedenis sowieso. En ook naar recente geschiedenis. En ik vind het nogal interessanter om te kijken wat er nou van de hedendaagse geschiedenis, hoe het daar nu mee is. Culturele waarden en communicatie. Interculturele communicatie. Ja. Vertel, waarom heb jij deze boeken uitgekozen? Ik heb deze boeken uitgekozen voor mijn afstudeerscriptie. Dat gaat over interculturalisatie binnen de hulpverlening, binnen de vrouwenopvang in mijn geval dan.
En ik ga onderzoeken hoe we het beste kunnen communiceren om de vrouwen bij ons op de opvang zo goed mogelijk te kunnen helpen. Joran van der Sloot. Mm-hmm. Nou ja, dat is alweer. Deze is van 2012. Dus dan vraag je je meteen af. Het roept allemaal vragen op die ik wil weten. Hoe is het nu met hem? Zit hij nog in dezelfde gevangenis? Zijn er nieuwe ontwikkelingen in de zaak Holloway? Hoe is het met de ouders van dat vermoorde meisje? Hoe gaan die om met het verlies van hun kind? Het zijn allemaal dingen die altijd maar even aangestipt worden, maar waar we nooit op terugkomen. Wij merken dat er steeds meer vrouwen met een andere achtergrond bij ons binnenkomen. En de medewerkers weten niet zo goed hoe ze daarmee om moeten gaan, hoe ze met de verschillen in waarden en normen moeten omgaan. Wat zijn de problemen die ze zoal tegenkomen dan? Ook gericht op opvoeding. Wat is de opvoedingsstijl die moeders hanteren? Ik wil een onderzoek gaan doen naar de bomaanslag, of de bom die gevallen is in de Tweede Wereldoorlog, op de Balfourbrug. En dat is hier in Breda dus. Ja. En voor zover ik weet is dat 23 december 1944 geweest. Dus dat is wel... Het einde van de Tweede Wereldoorlog is er een bom op de Balfourbrug gevallen. Ja. Wat zijn er nog meer problemen die ze tegenkomen? Verschillende waarden en normen. We hebben ook vrouwen die islamitisch zijn, waarvan ze liever niet willen dat de kinderen bijvoorbeeld muziek luisteren. Waarvan de kinderen geen cadeautjes krijgen, ook met Sinterklaas of met Kerst. Dat zijn dingen die binnen de opvang eigenlijk wel altijd gebeuren, waar eigenlijk geen rekening mee gehouden wordt. Wat was de aanleiding dan van dit bombardement? Dat weet ik allemaal niet. En dat zijn, kijk, die vraag die jij hebt, die wil ik ook beantwoord hebben. Maar ik zou ook willen weten, wie zijn die mensen geweest? Leverden er nog mensen van? Zijn er mensen die dat daadwerkelijk meegemaakt hebben? Hoe zag die brug eruit in 1944? Wat voor soort vliegtuig was het die de bom liet vallen? Hoe kwam het dat het gebeurde? Dus het roept zoveel vragen op. Help, mijn bibliotheek gaat verbouwen. In februari 2019 start Nieuwe Vesten met een grootschalige verbouwing aan de Molenstraat. Zowel binnen als buitenzijde worden onder handen genomen. Helaas zal tijdens deze verbouwingsperiode onze romancollectie worden ondergebracht in ons magazijn. Maar niet getreurd, want je kunt ze nog gewoon blijven reserveren en zelfs ophalen in het centrum, want we blijven gewoon open. En gelukkig maar, want we hebben hier ook nog onze informatieve collectie. En binnen deze informatieve collectie staat veel non-fictiewerk dat je ook kan lezen als een roman of een thriller. En daar vertel ik je graag wat meer over. Zo hebben wij hier het boek van Shanti Six, het boek Elfin. En daarin vertelt zij haar levensverhaal. Haar levensverhaal gaat over haar 11 maanden oude zoontje Elfin, die in de zomer van 2016 wordt omgebracht door haar ex-partner. In dit boek vertelt zij hoe zij omgaat met dit verlies en met de liefde voor haar zoontje en hoe zij de kracht weer heeft teruggevonden in haar leven. Nog een ander levensverhaal is het levensverhaal van Rian Meijer. En dat beschrijft zij in het boek De Anna Files. In De Anna Files beschrijft zij haar verhaal hoe zij omgaat met haar anorexia en hoe zij de strijd hiertegen aangaat. Ze vertelt je op een nuchtere wijze hoe een boterham met pindakaas je ergste vijand kan worden. Hou je liever van avonturenverhalen? Dan kan ik je deze van harte aanbevelen. Mijn leven in de wildernis van Miriam Lankwood. In 2010 verhuist zij samen met haar echtgenoot Peter naar de bergen van het Zuidereiland op Nieuw-Zeeland. En zij gaan daar wonen zonder alle luxe die wij gewend zijn. In dit boek vertelt zij haar verhaal in hoe zij op zoek gaan naar een plekje om hun tent op te zetten, hoe ze jagen en welke bijzondere ontmoetingen ze hebben op Nieuw-Zeeland. Een andere avonturenroman is deze van Ongebaande Paden. Dit verhaal neemt je mee naar Frankrijk. De schrijver, die na een zware val bijna zijn leven verliest, besluit als hij voldoende is opgeknapt om een trektocht te gaan houden in Frankrijk. En zo geschiedde. Hij neemt je mee naar de ongerepte natuur. En dat heeft ook te maken met zijn eigen restrictie die hij zichzelf oplegt. Hij mag namelijk alleen over onverharde wegen lopen. Lees je graag thrillers? Pak dan het boek van Astrid Holleder, Dagboek van een getuige, er is bij. In dit deel beschrijft zij wat voor consequenties het heeft gehad om tegen haar broer Willem Holleder te getuigen. Wat zij al een keer in deel 1 Judas heeft beschreven. Het is een indringend verhaal over hoe zij heeft moeten onderduiken voor haar broer Willem Holleder.
Nog een ander spannend boek wat leest als een thriller is Mafiamoeders van Alex Perry. Dit boek gaat over Lea, die een dochter is van een mafioso. In 1996 duikt zij samen met haar dochter onder voor haar partner die cocaïnesmokkelaar is. En op dat moment beseft een openbare aanklager dat de krachtige vrouwen haar wapen zijn tegen de maffia. En dit boek vertelt dat krachtige verhaal van deze krachtige vrouwen die hun familieklan verlaten. Tedering van Jamal Ouariachi moet je gelezen hebben. Iedere keer als ik het opensla en een paar regels lees, ben ik zo 10 hoofdstukken verder en vergeten wat ik ook alweer aan het doen was. Ouariachi is een vakman, een begnadigd verteller die het in vertedering voor elkaar krijgt om sympathie op te wekken voor een niet altijd even sympathiek personage. Onze naamloze hoofdpersoon is egoïstisch, lui en stellen dat hij onder druk maar matig presteert is een understatement. Hij is gestopt met zijn studie filosofie om vervolgens kansloos te falen als uitbater van een café. Nu werkt hij in de postkamer van een grote uitgeverij en lijkt een soort van vrede te hebben met zijn lege bestaan. Als hij op een dag een doos jonge katjes vindt en onverwachts bevangen raakt door vertedering, verandert zijn leven. Hij noemt het katje Bushimi en neemt het mee naar de kroeg en ontmoet voor de tweede keer de liefde van zijn leven. Met de ambitieuze Zerlinde aan zijn zijde durft hij ondanks zijn verleden weer te dromen van een groter bestaan. Maar als hij ook haar verliest, beseft hij dat het zo niet langer kan en bedenkt een gewaagd experiment om zichzelf beter te maken. Vertedering is een zorgvuldig opgebouwde psychologische schets van een man die doelloos door het leven zwalkt. In een soepele stijl, met zinnen die moeiteloos in elkaar overkomen, schept Ouariachi een universum dat willekeurig en leeg is en een hoofdpersonage dat zijn eigen tekortkomingen niet lijkt te kunnen overwinnen. Kijk, dit lijkt mij een stijl en de een heeft de viool en de ander Dutch dance. Dus jullie hebben iets gemeenschappelijks. Ja, muziek. Muziek, maar dan ook met andere tonen en frequenties die je normaal gesproken niet echt meemaakt. En wij vaak wel. Want jullie zijn een stijl, dat klopt. Ja. Zeker. En, dus er is vaak muziek in huis? Altijd. Ja, verrassend genoeg ook vaak stilte. Ja. Stilte is ook muziek, hè? Heb ik al eens gehoord. Ja, dat geeft rust. Zo, dat is een dik boek. Ja, dat is zeker een dik boek. Biology, Engels. Waar gaat het over? Dat is eigenlijk een boek over biologie. En daar staat eigenlijk alles wat in de biologie besproken wordt in uitgelegd. Want jullie zijn samen hier een onderzoek aan het doen. Ja, onderzoek naar water. Naar water? Ja, wateronderzoek. Ja. En wat zoeken jullie uit? Wat is de casus? Ja, we hebben een casus gekregen en er zijn een aantal mensen ziek geworden. En dan is aan ons om te onderzoeken waardoor de mensen ziek zijn geworden. En dan vooral gefocust op het water. Dus bijvoorbeeld microbiologische of chemische verontreinigingen in het water, daar doen wij onderzoeken naar. De stijlen lopen uiteen dus? Ja, je kan het allemaal proberen te mixen en te matchen, maar dat gaat in veel gevallen niet. Dat gaat wel. Ja, maar niet hoe je het zou willen. Ja, dan moet je een beetje moeite doen, zeg ik. Ja, dat weet ik. Mee bezig. Jullie gaan samen, dat is leuk, jullie willen die stijl, klassiek. Je bent klassiek geschoold? Nou wel, kijk, als je viool begint te leren spelen, krijg je op een gegeven moment alleen maar klassieke stukken. Mm-hmm. En maar van thuis uit heb ik het meegekregen. Oh, dus je hebt geen opleiding gedaan? Nee, ze waren wel aan het pushen, maar dan wordt het een no-go. Er is dus een verontreiniging. Hoe kom je erachter waar dat dan in zit? Dat is de opdracht, maar hoe pak je dat aan? Nou, bij mij is het de biomedische kant. Dus wij nemen het water. Wij hebben monsters van het water gekregen. Die zetten wij op kweek, op voedingsbodems. En aan de hand daarvan kunnen wij zien of dat er bacteriën wel of niet aanwezig zijn in het water. Dus bepaalde monsters geven een negatief beeld, dus dan is er geen bacterie aanwezig in het water. En waar dat wel aanwezig is, zetten we die bacteriën verder op kweek. En dan doen we meerdere onderzoeken mee om te bepalen welke bacterie dat dan uiteindelijk is. Wat, hoe kun je dat instrument typeren of wat is de essentie van de viool? Ik heb een haat-liefdeverhouding mee en ik heb mijn viool al meerdere malen weggedaan. Een hele goeie, uit 1800 zoveel, maar op de een of andere manier maakt niet uit hoe vaak ik hem weggooi of doe. Ja, gooit hem echt uit het raam kapot? Nou, ik heb hem de laatste keer in het heel goedkoop, hè, die instrument. Nee, maar dezezelfde viool komt altijd weer terug. Okay. Ik had hem 15 jaar geleden verkocht en hij heeft hem weer teruggevonden. Hij was ineens weer in huis, dus hij komt nu ook wel weer terug. Je hebt hem uit het water gevist? Nee, hij lag er ineens. Hij was er ineens voor mijn voeten op straat. Hoe vind je nou de juiste theorie, hè, die jij nodig hebt voor dit onderzoek uit dit boek?
Uit dit boek? Ja. De juiste theorie te vinden. Ja, het is zo'n dik boek en er staan eigenlijk een heleboel dingen in wat ik heb gebruikt uit dit boek eigenlijk, is de bacteriën. Er zijn ziekteverschijnselen ook gegeven, dus dat mensen hadden last van uitdroogverschijnselen, ernstige diarree enzovoort enzovoorts. In dit boek staan ook een aantal bacteriën beschreven en dan kunnen we dus aan de hand daarvan de ziekteverschijnselen aan de juiste bacteriën linken. Dus kan je een verwachting hebben, dus een hypothese stellen van nou, ik verwacht dat aan de hand van deze ziekteverschijnselen er deze bacteriën in de watermonsters aangetroffen zullen worden en daarop je onderzoek ook iets specifieker te maken. Breda Nu. Je weet het meteen.